is gewoon goed werk wat je doet. Je doet gewoon iets voor Nederland eigenlijk, hè? Waste does not exist. At least, not anymore. What can be reused will be reused. And otherwise, we'll find a new purpose for what used to be known as waste. This is how we create a circular economy. Circulaire economie, daarmee beogen we eigenlijk om verspilling tegen te gaan. Bij Defensie voeren we heel veel artikelen. En wij proberen in ieder geval die artikelen die wij weer terug innemen een tweede leven te geven. Dan wel de grondstoffen te gebruiken voor nieuwe producten. The Netherlands Ministry of Defense keeps track of all items used by its employees. When an item is no longer in use or is worn out, it is handed in at a drop-off point. There, every item is registered. From various barracks and work locations, the collected items are brought to the Biga Group by military transport. We hebben ervoor gekozen om mensen met een arbeidsbeperking om die vol aan het werk te zetten. Daarvoor hebben we een commercieel contract met de Biga Groep. En dat is niet alleen maatschappelijk belangrijk, maar ook zijn ze ook uitermate geschikt voor de aard van de werkzaamheden. Wij zijn hier werkzaam voor het KPU-bedrijf en wij classificeren voor het KPU-bedrijf alle kleding van alle militairen die zij in hun bestand hebben. En dat is uit een bestand van 12.000 diverse artikelen die uiteindelijk uitgesorteerd worden op stuksniveau. Deze mensen doen geen concessie aan de kwaliteit van hun werk. Vaak moet je zwart-wit denken. En dat is een eigenschap die we heel goed kunnen gebruiken, omdat we ook op het gebied van veiligheid geen concessies kunnen doen. Emblems worden voor de veiligheid eruit gedipt. That is how we prevent defense clothing and gear from ending up in the wrong hands. Another safety measure is that all pockets are inspected thoroughly. Forgotten access cards, bank cards and other valuables are returned to their rightful owner. Dit is van de MCC. Die zitten dan achter op zijn jas. En dan worden ze in de wacht en stopt. En dan gaan ze terug naar KPU. Ja, het is hartstikke leuk werk. Op jaarbasis gaat er door de handen van de medewerkers 750.000 verschillende artikelen. En zijn ontzettend trots op de werkzaamheden die hier plaatsvinden voor het KPU-bedrijf. After being checked, about 35% of the items get a second life within the Netherlands Ministry of Defense and is returned to KPU. The remaining items will end up in high-quality destinations, more and more often in new products that are no longer traceable to defense clothing. Ongeveer een derde van de hoeveelheid dat retour komt, wat we niet meer kunnen gebruiken, dat wordt vervezeld. En vanuit die vezels zijn gewoon nieuwe producten ontstaan. The fibers are used for wall insulation and car door panels. But increasingly more innovative products are also being produced. Blankets for refugees, bags or wall decorations. De Rijksoverheid probeert vanaf februari 2017 voor alle artikelen die wij afgeschreven hebben een hoogwaardige bestemming te vinden. Dat doen we niet alleen om nieuwe producten vanuit die retourstroom te laten ontwikkelen, maar wij stellen ook bepaalde eisen aan nieuwe producten die we op de markt kopen. Waarbij we gerecyclede content eisen in het product. En daarmee kunnen we zelfs een verdienmodel inrichten. This decade could well become known as the sustainable decade. The era in which consciousness about reuse of energy and goods was turned into a pragmatic approach and a common societal attitude. The Dutch central government can proudly say that herein they actively take their responsibility.